Voorzitter Wim van der Bomen van ZLTO Glastuinbouw gaat ervan uit dat de sector na de hagelbuien er weer sterker uitkomt. Hij roept op om samen de schouders eronder te zetten en van de nood een deugd te maken. Vooral in Someren zijn de ondernemers flink getroffen. Door de hagelbuien werd ruim 161 hectare glastuinbouw vernield. We zijn natuurlijk als ondernemers heel snel geneigd om te zeggen, potverdikkie, waarom ik? Hoe moet ik het nou oplossen? En vervolgens merk ik ook alweer heel snel, gelukkig, dat de ondernemers zeggen van het is ons overkomen. We moeten hier iets van zien te maken weer. We moeten weer terug. Wat is onze toekomst? Wat willen we? En vervolgens weer het blik op vooruit. En het fijnste en het mooiste is dat we eerst wel moeten zorgen dat alles weer opgeruimd is. Voordat we weer kunnen herbeglazen, herbouwen of in ieder geval weer zorgen dat het goed is. Kan elke ondernemer doorgaan? In principe kan elke ondernemer doorgaan en er zal per ondernemer gekeken worden wat hij wil, hoe dat hij verder wil en wat zijn oplossingen zullen zijn. Van den Bomen zoekt naar de mogelijkheden om de bedrijven herop te bouwen. Dit gaat hij bespreken met staatssecretaris Van Dam die vandaag de situatie komt bekijken. Wat doen we met het gebied? Wat verklaren we in dit gebied? Is er een mogelijkheid om er iets voor op te richten? Een fonds of de wetgevingen of in ieder geval ons tegemoetkomen in het makkelijk en mogelijk maken van zowel het opruimen van het glas als het helpen van de bedrijven die het misschien net wel niet zullen redden. En een heel belangrijk punt, en dat kan ik hier toch wel noemen, is ook de asbest en de daken die er vrijkomen op dit moment. Er is ook een enorme schade in. En hoe regelen we dit nou heel snel en effectief om die klaar te kunnen krijgen? Ik denk als we weer over 2-3 jaar durven te kijken en dan weer eens terug kunnen kijken naar hetgeen wat er 23 juni 2016 gebeurd is, dan ga ik ervan uit dat we weer kunnen zeggen, we hebben het overwonnen, we hebben weer bereikt wat we willen. We zijn er met z'n allen samen de schouders onder gaan zetten en in Someren staat weer een modern nieuw glastuinbouwgebied waar ook weer voor de toekomst bestendig is.